Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar All These Games. Vandaag ga ik mijn minigames doen op de Project Minecraftia server. En ik sta hier bij Exploder. Dus wat gaan we vandaag doen? Exploder. Jongens, ik heb er zin in. Ik heb Exploder al een paar keer gedaan op deze server. En ik moet even zeggen, ik vond op de 4.0 server, dus dat is de server hiervoor, vond ik Exploder iets leuker dan dat het nu is. Ik weet niet wat eraan is veranderd precies allemaal. Maar er is iets veranderd waardoor je gaat super snel dood en ik weet niet. Er is iets veranderd en waardoor het iets anders is geworden. Maar we gaan gewoon lekker joinen en ik ga in 1-4. Er kunnen nu ook 22 mensen in. Ik bots tegen mijn pc, hè? Dat is niet wat ik bedoel. Er kunnen nu 22 mensen in en dat is dus superveel. Want eerst waren dat er maar... Goh, hoe waren het er? Ja, ik weet niet meer. Volgens mij een stuk of 15 of zo. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, er kunnen veel meer mensen in. En op zich is dat wel handig. Oh. Oh ja. Ja, je moet nu dus ook je wapens kiezen. En dan word je weer teruggespand. Dus het heeft nu geen zin om ergens heen te gaan lopen. Zo. Oké, dan kiezen we de boog. Of de bazooka heet die. En die doen we daar. En dan ga ik daarheen lopen naar een plekje. Even zoeken. Oh joh. Oké, ik ga... ik ga naar beneden, denk ik. Ja, oh wacht, dit is veranderd. Nee, het is niet veranderd. Ik zit gewoon in de verkeerde. Want ik moet hier, wil ik erin. Ja, shit, daar gaat al iemand erheen. Oké. Oké, I'm screwed. You know, I'm screwed. Ik ga wel gewoon hierin, want ik wou in die andere gaan, maar daar zit nu al iemand. Je hebt ook veel minder pijlen. Dat vind ik ook wel jammer. En ik snap het ook wel. Want anders gaat iedereen boos zwemmen en zo. Ha, ik zei boos, zijn eigen naam. Maar het is wel vervelend als je dat niet doet. En je pijlen zijn gewoon op. Dus, maar ja, daar moeten we het maar mee doen. Dus we moeten een beetje voorzichtig doen. Ik ga even naar boven lopen. Ik vind het heel risicovol. Maar ik ga het wel doen. Ik zie dat er iemand op mijn plekje staat. Nou ja, dat is niet mijn plekje. Maar dat is een plekje waar ik ook wel eens sta. Ho, joh. Bitches be tripping. Oké, we gaan hem even vermoorden hoor. Hupsakee, kom op. Kom op. Ik kan hem niet raken. Maar ik schiet hem wel. Oké, hij is dood. Nice. Dat is één. Nou, gaan we eens kijken waar... Oh shit, er zit hier iemand op te schieten. Wegrennen, Bo. Wegrennen voor altijd, wegrennen. Nou, niet voor altijd. Maar je had eerst ook iets daarmee. Was je een soort van onzichtbaar volgens mij? Of wat was het nou? Ik weet niet wat het was trouwens, die poppetjes die je soms ziet. Het is een bug of ik weet niet wat het is, maar daar moet je maar niet letten. Je had voor mij toen ook iets waar je onzichtbaar of zo kon zijn. Of dat je heel, oh nee, dat je heel snel kon rennen. Dat was echt heel fijn. Maar die klas is volgens mij eruit gehaald. Weet ik niet zeker hoor, maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Bam! Oh, bitch, die was een raak. Doei. Oh shit, de pijl keerde terug op me. De pijl keerde terug op me. Er zit een spectator voor me. Er zit een spectator, want de pijl keerde terug op me. Zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Wat? Zagen jullie dat? Ik schoot en de pijl kwam weer op me terug. Nou, oké, dat betekent dat er dus een spectator voor mijn neus staat. En dan kaatst de pijl terug. Oh, stop dat vuur nou. Godzimikke. Oké, ik heb nog maar 17 pijlen. Dat is helemaal niet veel en ik heb helemaal niet gebogen gespend. Maar, ja... We hebben nog wel maar 17 pijlen. En er zijn nog maar 3 spelers. Dus op zich kunnen we het... Kan, ja, ik kan het wel winnen, maar... Ik weet niet. Ik heb niet zoveel hartjes en de regen dingetjes. Hoe noem je dat? Regenen in het Nederlands. Hartjes erbij krijgen. Ik weet niet. Gaat ook niet zo heel snel, dus ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ga het gewoon proberen. Oh, wat doe ik? Ik ben zo stom, hè? Oh my god, dat kan je niet menen. Oké, nou, ik ga zo weer... Oh my god. Oké. Oh! Oh nee! Ah ja, die kon ik verwachten. Nou, nah, jammer jongens. GG. Ga ik nog spectaten? Nee, ik ga niet meer spectaten. Ik ga gelijk leven. Anders duurt het misschien nog heel lang. Even kijken wat we nog meer kunnen doen. Zo, mijn stem. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk wel eventjes Protect King doen, maar ik weet niet of... Oh, er is nog wel plek in 1-3 Lynchwood. Dan gaan we eventjes Lynchwood spelen. Even lekker een potje Protect King. Wat is Protect the King precies? Het is zeg maar, je hebt één iemand die wordt dadelijk de koning. En die moeten wij gaan beschermen. En er is één, dus wij zijn degene die de koning moeten beschermen. Dat heet de guards. En dan heb je één iemand die spant als assassin. En die moet proberen de guards en de koning te vermoorden. Maar als jij de assassin bent en jij kilt een guard...
dan wordt de guard ook een assassin. Dus zo komen er steeds meer assassins bij en steeds minder guards. En wordt het voor de koning steeds moeilijker om te overleven. Want de koning heeft wel heel veel levens. Dus die gaat wel eventjes mee door. Maar uiteindelijk wordt het best wel lastig natuurlijk. Als er alleen nog maar assassins zijn en geen guards. Maar we gaan even wachten tot het potje begint. Oké, we gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd als wat ik span. Oh, ik zit te typen. Dat is niet de bedoeling. Ik ben een archer guard. Oh, dat is echt hetgene wat ik het meest haat. Kijk, als ik nou nog tenminste een knight guard ben. Of weet ik hoe dat heet. Tenminste, die gaat suicide plegen. Als ik tenminste nog zo'n guard ben met iron armor en zo'n sword, vind ik het nog wel goed. Maar nu ben ik dus archer en moet ik gaan schieten. En ik heb hele slechte armor. En ik ben heel slecht in boogschieten. Dus dit vind ik echt een beetje jammer. Maar we gaan gewoon ons best doen. En anders dan worden we assassin. En dat vind ik eigenlijk ook niet erg. Want ik vind het ook wel leuk om assassin te zijn. En de guards uit te roeien. En de koning te vermoorden en zo. Maar voor nu is onze taak om de koning te beschermen. Dus dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen. En we gaan proberen assassins te killen. Hupsakee. Oh, ik kan ze niet raken. Oh, ik heb een kill. Of nou ja, ik heb niet een kill. Ik heb iemand geraakt. Bam. Oh, sorry, ik mag niet schelden. Oh, ja, oké. Hupsakee. Klaar ermee. Oh, nee. Ik ga hem hoog slaan met mijn zwaard. Ook al ben ik een archer guard. I don't care. Hupsakee. Oh, dat was echt best wel een spawn kill momentje. Oh jee, het is echt heel risico om hier te staan. Ik weet ook niet waar de koning is. Dat kan je trouwens zien op het kompas waar de koning is. Dus ik weet het eigenlijk wel, maar ik heb gewoon geen zin om erheen te gaan. Oh, nee. Oh, ja. Got him. Oké, ik ga wel dood zo. Ik ga zo wel dood. Hupsakee. Zo. Ik leef nog, jongens. Ik leef nog. En ik heb een houten zwaard. Dus ik vind dat ik het wel goed doe. Oh nee, daar komen ze weer. Bam. Oh nee, er komen er heel veel. Oh, er komen er echt 5 of zo. Ik ga rennen. Doei, ja, man of display. Oh shit, ik loop mezelf hier klem. Ah nee, dit is zo stom. Oh, ik schrik me dood. Ga weg nou. Oké, ik kon dit verwachten dat ik een assassin ging worden. Ik vind het niet zo erg, want ik vind het wel leuk. Ik ga nu naar de koning toe. Tenminste, ik ga dat proberen. Dus gaan we even lekker lopen. Je kan zien op mijn kompas dat hij daar ergens zit. Ik hoop niet dat hij... Ja hoor, hij zit op het dak. Ik wist het. Nou, ik wist het niet, maar ik had het al verwacht. Nou, dan moeten we maar helemaal het dak op gaan lopen. Daar heb ik dus echt geen zin in om helemaal het dak op te lopen. Daar ga ik echt heel bad van, maar niet uit. We gaan eventjes schieten hoor. Jee, ik heb hem geraakt. Ik weet niet waarom ik daar zo blij mee was, want ik heb er niks mee bereikt. Maar dat maakt niet uit, ik heb hem geraakt. Ik ga in ieder geval naar boven rennen. En guards uitroeien. Oh nee, ze zitten hier te schieten hoor. Ze zitten hier te schieten. Huh? Oh, vanaf boven. Oh, wat is dat nou weer voor noobactie? Kijk, ik ga hierheen. Hupsakee. Zo, het dak. Oh, doe normaal. Stop met dat boogcampen. Weet ik veel. Oh, godzienmikke. Ik zei boogcampen. Is dat wel wat ik bedoelde? Nou, maakt niet uit. Oh, shit. Oh, ik heb hem niet geraakt. En hij mij ook niet, gelukkig. Want ik ben bijna dood. Maar komt goed. Komt helemaal goed. Oh, ik heb hem geraakt. Alleen, hij is niet dood. Dus dat is een beetje jammer. Oh, shit. Oké, ik denk dat ik maar hem gewoon moet gaan shiften of zo. Ik weet niet. Het is een beetje lastig om er bovenop te komen. Want iedereen zit er te schieten en zo. Dat is echt een beetje jammer. Oh. Ah, nee. Doe normaal. Oh my god. Oké, ik ben dood. Dit wordt helemaal niks. Ik voel het nu al. En ik heb ook helemaal niks unlocked of zo. Als ik Dragonfly had of zo, dan was het wel handig. Want dan kon je zo in één keer het dak opvliegen. Maar dat heb ik niet. Dat moet ik nog even unlocken. Ik denk dat ik dat straks wel even ga doen. Nee, ik weet niet. Maar het zal wel even handig zijn als ik dat heb. Ik ga in ieder geval weer terug naar boven. Of zal ik proberen vanaf hier... Oké, mensen liepen naar, sprongen ineens allemaal naar beneden of zo. Ik weet niet wat daar het idee van was. Maar ik ga weer naar boven. Zo. Ik ben benieuwd of ik het nu wel red. Oh. Kijk, de koning die staat nog steeds op het dak als het goed is. Kom op, jongens. Kom op. We can do this. Ik ben bijna op het dak. Ik ben op het dak. Hashtag, ik ben op het dak. Hupsakee. Weg met die koning. Gooi hem van het dak af, jongens. Ja, doe hem van het dak af. Sla hem van het dak af en dan zijn we er klaar mee. Alleen maar van het dak af. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed, jongens.
De koning, we slaan hem helemaal verrot. Oké, we kunnen hem nu niet meer van het dak afslaan, maar we maken hem wel helemaal kapot. Jongens, we maken hem helemaal kapot. We maken hem helemaal kapot. We gaan het... Nee, ik ben dood. Oké, nee. Maar ik denk dat we wel gaan winnen. De koning is een beetje... Ja, die... ik kan het wel vergeten. Oh, we hebben gewonnen. Slow clap. Even GG. Nou, kijk, dat was dus nice. We hebben gewoon gewonnen. Ik dacht al dat we gingen winnen, want er is ook nog maar... Oh nee, er was helemaal geen guard meer. Nou, dit vond ik een leuk potje. En ik vlieg omhoog naar het parcours. En dit is het parcours. Ik heb het hele parcours trouwens al gehad. Hebben jullie het parcours al gehaald? Laat het weten in de reactie of jullie het parcours hebben gehaald. Dit zijn mijn records, als het goed is. Ja, dit is dan bij iedereen staat het volgens mij anders. Ik heb deel 1 in 10 seconden en 73 milliseconden gehaald. Dus ik ga dat proberen te verbeteren. Ik ga het één keer doen, anders ben ik er klaar mee. Hupsakee, there we go. Oké, we blijven alleen maar sprinten. Blijven alleen maar sprinten. Niet stoppen met sprinten. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, Bo. Hupsakee. Oh, ik heb geen record. Dat vind ik een beetje jammer. Misschien het tweede deel. Ik zei, ik ga het maar één keer proberen. Nou, ik probeer het ook één keer. Maar, oh, ja, oké. Oh, ik word niet teruggespand. Oh, jawel. Nou, in ieder geval... Ik heb mijn record niet verbeterd. Dat is een beetje jammer. Maar jongens, dit was weer de aflevering voor vandaag. Dus doe weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!